Dennis van Toor, AZSV wint met 2-0 van Dovo. Ik neem aan een tevreden trainer. Dat lijkt me wel, hè? Dat lijkt me wel, ja zeker. Ik denk ook dat jij dat de tactiek die je van tevoren met de jongens besproken hebt, dat die ook aardig is uitgekomen. Ja, natuurlijk, maar daar moet je wel een beetje geluk mee hebben. Kijk, we hebben ze natuurlijk een paar keer bekeken. Ik lees het ook nog wel eens. Kijk, als je naar de individuele kwaliteiten kijkt van Dovo, dat is natuurlijk vergeleken met wat wij hebben, is niet normaal. Dus ja, laat ik zo zeggen, als je open huis gaat houden, als je constant druk op ze zet, dan weet je dat ze daar tussendoor gaan voetballen. En dat hebben we, daar hebben we niet voor gekozen. Ja goed, en dan, dan moet je natuurlijk zo'n momentje als we vlak voor de rust hebben. Ja, dat heb je dan nodig. Hè? Dan kom je zelf op 1-0. Kijk, als je naar de hele eerste helft kijkt, ze dwongen het niet erg af, omdat ze veel balbezit hadden. Niet echt de kansen. Maar ja, dan moet je op zo'n moment wachten. En die kwam. Dan weet je dat ze in de tweede helft komen. Ze wisselden twee keer. Kijk, als je ziet hoe we gestreden hebben. Hè, we moesten natuurlijk even wat aanpassingen doen. Dan kan ik niet anders. Dik compliment voor de jongens hoe ze dat opgepakt hebben. Ja, want Matthijs Evers heeft eigenlijk geen schot op doel gehad. Ja, volgens mij op het einde van Kotsch nog een keer laag in de korte hoek. En ze schoot nog hier op de zijkant van de paal. Die had hij denk ik ook gehad. Maar ja, verder kan ik me niet zo nu kan ik niet vergeten halen. Misschien in de samenvatting dat ik nog één of twee momentjes heb. Maar. Is dit nou een overwinning die we ook aan ons veld te danken hebben? Ja, goed. Kijk, weet je... Onderhand lijkt het wel of we in heel Nederland niet meer op het veld kunnen voetballen. Je weet gewoon dat het na de winterstop moeilijker is. Heeft Vos in gezeten, sneeuw opgelegen. Ze hebben hem gewalst. Maar ja goed, er vallen hier en daar wat polletjes uit. Laat ik het zo zeggen. Je baltempo is niet zo makkelijk omhoog te krijgen als bijvoorbeeld als wij op het kunstgrasveld trainen. Maar ja, het hoort erbij jongens. Wij voetballen hier nou eenmaal op. En je kunt er niks van zeggen. Ik bedoel, dat hebben we gewoon hartstikke goed gedaan. Het is goed trouwens dat we gewonnen hebben, want alle onze concurrenten die meedoen om onderin, die hebben ook gewonnen. Dus wat dat betreft... Ja, maar ja, dat weet je in deze competitie. Hè. Je weet dat die onderste ploegen op een gegeven moment allemaal punten gaan pakken. Blijkbaar, ik hoor nu dan dat alles gewonnen heeft. Ja, dat gebeurt niet vaak natuurlijk. Maar goed, gelukkig hoeven we niet meteen naar beneden te kijken. Zeker niet met deze overwinning erbij. Zien we volgende week zaterdag tegen CSV Apeldoorn in dezelfde wedstrijd? Ja, kijk, CSV is wel een ander type ploeg. Hè. Kijk, nogmaals, als je alle individuele kwaliteiten van Dovo is het gewoon... Dan hebben ze de beste selectie, hè, denk ik, in de hele hoofdklasse. Dus ja, ze moeten er echt aan wennen dat ze dit soort wedstrijden komen te spelen. In hele kleine ruimtes en daar moeten ze iets voor verzinnen. Maar CSV is wel een ander type ploeg. Dus daar zullen we denk ik wel iets meer mee kunnen voetballen. Ik hoop in elk geval dat je dezelfde hartverwarmende inzet laat zien volgende week en... Nou, dan verwacht ik ook weer een goed resultaat. Dennis, heel hartelijk bedankt en tot volgende week. Niks te danken, graag.